Goedemorgen. Goedemorgen. Wiebelig. Daar zijn we weer, Jur en ik dit keer. En we gaan vandaag een dagje naar Schiermonnikoog. Dat sprak ik heel lekker uit. We gaan naar Schier. En dat is hoe lang rijdt je? 3 kwartier van de Schier? Ja, zoiets. En dan nog met de boot. Hoe lang duurt de boot eigenlijk? Geen idee, volgens mij een half uurtje of zo. Oké. En waarom gaan we naartoe? Gewoon voor de lol. En we zijn vandaag ook 1 jaar getrouwd. Het is een beetje om het te vieren. En Saar is ook mee. Is Saar daar? Ja, ik hoop dat jullie haar kunnen zien. Ja, Saartje, wat gaan we vandaag doen? Het leuke aan honden is altijd dat ze nog geen enkel benul hebben van waar ze terecht gaan komen. Het is eigenlijk best een relaxed leven. Je ziet gewoon wel wat er komt. Als je leuke baasjes hebt, dan tenminste. Saar is nog nooit op het strand geweest. Ik ben wel heel benieuwd hoe ze het gaat vinden, hoor. Ja, dat denk ik. Ik denk dat het hartstikke leuk vindt. Ja, al we hebben eigenlijk geen bal of frisbee meegenomen. Ja. Shit. Is dat nog terug? Nee, we vinden wel een stok daar, denk ik. Toch? Ja. Hoop ik. Dus kopen we daar een balletje of zo. Als dat kan. Vastig. Ah, we vinden wel een stok. Dat sowieso. Ze is dol op stokken. Dus ballen en frisbees maken ze toch alleen maar kwijt. Dan heeft ze op een gegeven moment, denk ze halverwege, oh, ik heb wel genoeg van het apporteren. Jongens, ik hou ermee op. En dan gaat ze weer eens anders zoeken. Dus we nemen jullie vandaag mee. Het Groningse platteland. Wat gaan we doen, Saar? Kijk hoe ze met haar kop op dat ding leunde. Daar gaan we, de boot op. Saar is helemaal wild. Ze is nog nooit... ze is hier nog nooit geweest. Het is alleen al de zeelucht, weet je? Nou ja, wat denk je van al die honden hier? Ja, die honden ook. Echt heel veel honden. Ze vindt het helemaal geweldig. Ze loopt nu achter een reutje aan, een Labrador-reu. Ze loopt te ruiken, jongens. Ik ben blij dat ze niet loops is. In de rij voor een fiets. Zijn we weer. Heel charmant in mijn regenjas. Daar zijn we. Het strand. Saar is kapot van een paar kilometer fietsen. Wel heel hard fietsen. Oh, wat is dit? Saar, je bent er nooit geweest, hè? Volgens mij vindt ze het leuk. Ja. Nou, zo leuk. Ik vind het echt heerlijk. Ik ben blij met mijn supertrainer laarzen, mensen. Ze lopen lekker, lekker warm. En echt perfect voor dit weer. Ja. Saar, kom eens mee. Kom eens. Goed zo. Oh, wat is dit? Kom. Kom. Ja, echt keihard, hè? Ja. Doe maar, ga maar. Ga maar, in het water. Ja. Goed zo, doe maar. Ja. Ja, dat is zout, hè? Doe maar, ga maar, Saar. Ga maar. Ja. Volgens mij dacht ze, oh, dat kan niet. Woehoe, goed zo. Ja. Dit wel? Saar, kom maar, meisje! Kom maar! Oh, ik vind het eng hoor, schat. Goed zo! Ja! Braaf! Oh, goed zo! Trekken. Daar zijn we weer. En we gaan even wat eten hier. We zijn inmiddels Saar gezwommen, ze vond het geweldig. En nu is het tijd voor warm chocolade. En wat neem je er? Voor de appeltaart met koffie. Appeltaart met koffie, yes. Lekker. En ik ga voor de warme wafel met cranberries en thee. Goeie keuze. Wat een weer, hè? Ja, het is echt balen. Maar ja, misschien wordt het vanmiddag beter, we gaan het mee maken. Ja, wie weet. Dat ziet er lekker uit. We zijn nu bij een hele oude bunker. Toch, Jur? Van de Duitsers, zegt hij. Voor je het niet kon verstaan. Sorry? Ik zei nee, ik vertaalde even wat je zei. Ja. Nou, Saar heeft het weer helemaal de tijd van haar leven. Ze vond in het restaurant maar niks, geloof ik.
Wat mooi hè, dit uitzicht. Oh, het is zo jammer dat het regent, jongens. Heb je het baken? Oh ja. Het is echt heel jammer. Echt wat een weer, jongens. Echt het helemaal verregend. Maar het is wel nog steeds hartstikke leuk. Dus we gaan gewoon stug door. En we zijn niet van suiker gemaakt, zou mijn moeder zeggen. Het is hier wel heel drekkerig, duur. Ja, je moet even naar links lopen. Ja. Nou, ik heb laars aan, jij niet. Jullie moeten even op Saars oren letten. Zij, kijk eens. Kijk. Oh shit, ze doen het nu niet zo erg. Soms gaan ze... Ja. Oeh, dus lachen we je uit, Saar. Nee hoor. Ja. Mooi beeld van de vuurtoren. En heel in de verte schijnt de zon. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Maar echt heel diep op. We hebben in ieder geval nog eventjes ergens gegeten. Jur had een broodje zalm en ik had mosterdsoep. En hebben we nog een paar rondjes gefietst. Saar heeft echt de tijd van haar leven gehad. En ja, wij ook. Ik vond het hartstikke leuk. Zeker. Ik heb er te warm van. En ik ga vanavond heel lekker slapen. Bedankt voor het kijken en tot snel weer. Tot snel. Doei. Doei.